Hierom lacht Monique André uit. André Hazes zal vannacht niet lekker geslapen hebben. Vlak voordat hij naar bed ging, is hij flink voor joker gezet door Monique uitroepteken. De zanger vertelt in een video op Instagram dat hij het wel ziet zitten om een actieheld te gaan spelen. Vol trots toont hij dan ook een foto van zichzelf aan zijn vriendin met een zwaard. Ik ga dit echt naar een castingbureau sturen, vertelt André. Ik ben de vrolijke held, die hebben we nog niet. Omdat er geen behoefte aan is, merkt Monique op. Nee, nee. Het is een actiecomedie, reageert hij. Aan het einde van het filmpje is zijn teleurstelling groot, omdat Monique hem uitlacht. André, geloof me, binnen een maand heb ik een aanvraag. Welterusten. Bij zijn post schrijft hij, dat niet drinken, maakt mij zo creatief. Er wordt ook volop gereageerd door zijn volgers. Studio 100 zoekt misschien nog iemand, waarop Monique reageert, ja, vervanging voor Bamba. Iemand anders schrijft, Mega Mindy 2.0 man en zeker weten dat je niet hebt gedronken? Eerder deze week blikte Monique nog terug op het moment dat zij en André opnieuw beseften dat ze voor elkaar bestemd zijn. Op Curaçao hervonden ze de liefde. The cost of not following your heart is spending the rest of your life wishing you had, is de mooie quote die ze bij de onderstaande foto zetten. Vrij vertaald, de prijs die je betaalt voor het niet volgen van je hart, is je leven lang blijven wensen dat je dat wel had gedaan. Punt ze vervolgt, ik ben zo dankbaar voor dit moment. Die vonk. Die liefde. Die bezinning. Ik houd van jou.